Stel je voor dat we een reis door de tijd zouden maken. Zo'n 3 eeuwen terug naar de Gouden Eeuw. Of nog beter. In mijn voetsporen treden. Ja, als dat zo kan. Laten we dan beginnen met de gemeente van Haren. Daar kan ik me geheugen. In de 16e eeuw was Amsterdam een van de handel en cultuur in Europa. Nu ik het ontwerpen kon ik toen voorstellen hoe onze stad er nu uit zou zien. Eigenlijk is er niet veel veranderd, want ook toen was het vol tegenstelling. Tot de dag van vandaag is een groot aantal geleden van Antwerpen overgebleven. De tand des tijds heeft haar gesporen naar Nederland. De Vlaamse Renaissance was een symbool. De Nederlanden hoorden dat het Spaanse Rijk van de koning Filips II. Philips stuurde een de protestanten kunnen 4 jaar tijd van katholiek te worden. De massale aantocht uit Antwerpen loopt op een constante basis in het fiscale systeem. En in de richting van de stad Antwerpen verzet de kapitaal van de loop de beter te worden.
is de grote stad in de Antwerpen. Sommige blijven, maar de meeste vluchtelingen moeten de honger in de deur doen, dan een kans op het werk uit te brengen. Het verhaal ligt op de hoek van de deur, met de Roepenwijs van Dirk, de jongere broer van Vincent. De lucht en aan het brand getrokken. Kunt u zich voorstellen? En dat het daar brandde tot de grond toe af. Wat er ooit brandde, was een gigantische ravage in een grote open plek. Maar wat eigenlijk werd met dit erop aan begonnen? En ik noem het een mooi. Geschilderd door mijn zoon Nicolaas. Het idee is dat hij alles over de schilderkunst van zijn vader heeft geleerd. Oh, kijk, en hier. Dezelfde duiven huizen nog steeds in dit bouwwerk. De Amsterdamse Poort. Een van de vele stadspoorten van Haarlem. Ik moet zeggen dat die prachtig gerestaureerd is. Hoewel de tijd wel zijn sporen heeft achtergelaten. Jammer dat dit de enige poort is die bewaard is gebleven. Heel Haarlem kende zijn bouwwerken.
Hij werd aangesteld als stadsbouwmeester en heeft met zijn gebouw een flinke stempel op het uiterlijk van de stad gedrukt. Vooral rond de Grote Markt heeft Lieven de Keij veel gebouwd. Zoals de Vleeshal, onze overdekte vleesmarkt. Ik weet nog wel dat de slagers curieus waren dat we plotseling meer staatsgeld moesten betalen voor dit paleis. En hij bouwde de Wangen. Zou die nog in gebruik zijn tegenwoordig? Er is toch een probleem aan het hotel. Ja, hier heb ik gewoond. Maar er waren wel meer bomen. Als je de kaart van Pieter Wilsoos bekijkt, was Haarlem niet zo groot. Maar het was een mooie stad met een goede reputatie. Tegelijkertijd speelde de schone profiel van de stad met de grote kerk. Hij heeft zijn prominente plaats nog niet verloren. In de tijd van Frans Hals was het hier vooral bekend onder de textielindustrie. Haarlem deed er alles aan om de textielindustrie te stimuleren. Uit documenten blijkt dat het stadsbestuur zelfs ondernemers tot andere steden lokte met gunstige premie. Dankzij de komst van zoveel gedenteerde Vlamingen werd het uit Haarlems textiel en de hoofd bekend in binnen- en buitenland. Haarlems textiel werd geroemd om zijn witheid. Het werd ontleekt op zogenaamde bleekvelden buiten de stad. Het gebleekte linnen werd gemerkt met een staallood als de man zijn tijd uit Haarlem kwam. De wevers hadden hun weefgetouwen thuis, maar ook het bekende damast werd geweven. Damast? Ik heb een wever, Quirin Damast, portretip, een van mijn schutterstukken. Op een ander schutterstuk heb ik veel tijd besteed aan een damaster tafelkleed. Misschien ontdekte de Frans Hals zijn interesse voor textiel en wevers door zijn vrouw, die was op zijn arbeid. In dit geval had Frans Hals veel over de details in de structuur en de borduur, het verjoeien en het kaap. In mijn tijd leefden hier veel Vlaamse drukkers. Ze hadden hun nieuwe technieken meegenomen en stonden aan de basis van een oude drukkerstraditie in Haarlem. Het drukken eiste veel geduld. Iedere letter werd apart en met de hand gemaakt. En vanaf 1656 verscheen hier zelfs wekelijks een krant.
Er kwamen veel collega's van me naar Haarlem. En ze lieten er gravures maken van hun schilderijen en verkochten die. Het was een aardige bijverdienste. Sommige mensen, meestal beroemdheden, lieten gravures maken van hun geschilderde portret. Ik ben nog altijd trots dat ik een portret van de Franse filosoof Descartes heb gemaakt. Als voorbeeld van een gravure. Zijn stelling was, ik denk, dus ik besta. Het werk van Frans Hals is ook wel gebruikt als afbeelding op postzegels, door brieven en antwoordkaarten over de hele wereld zijn gestuurd. Naast de textiel- en vrijheidsindustrie waren er veel brouwerijen. De meeste stonden in Spanje. Het was altijd een drukte van de wereld. En het geschreven van stonden, teers, hout, vers en water. Allemaal nieuw en bier. Elke brouwerij had zijn eigen water gegeven. Iedere brouwerij kende een eigen bloem. Het merk van een speciale bier. Zoals bijvoorbeeld de drie kruiden. Omdat het water uit het schuim en ijs verdampt raakte, moesten de brouwers het schuim water uit de duinen halen. De naam van deze kook, de brouwerskook, herinnert er nog aan. Het is hier nog net zo mooi als vroeger. Ik vraag me af hoe deze plek er over nog eens 300 jaar uit zal zien. De brouwerijen zijn verdwenen, maar enkele panden staan er nog wel. Ze hebben nog altijd prachtige namen, zoals de beer en de adder. Deze twee panden heten de olifant. Dankzij die brouwer ben ik aan heel wat opdrachten gekomen. Onder andere van deze man, Nicolaas van der Meer. En zijn vrouw, hoe heet ze ook alweer? Cornelia Voogd, dat was het. En haar zuster, Marit Voogd, was getrouwd met Pieter Olikam. Hij bezat dit rijtje brouwerijen. De familie Olikam was een machtige Haarlemse familie. Ze waren best allemaal brouwer en burgemeester. En ze wilden allemaal door mij geportretteerd worden. Jacob Pieterszoon Olikam. Hij was eigenaar van de brouwerij Het Hoefijzer en burgemeester. Hij trouwde met Aletta Hanemans. En hun dochter trouwde met deze man, de brouwer en burgemeester Johan Schatter. De broer van Jacob, Nicolaas Olikam, trouwde met de dochter van deze man, ook brouwer en burgemeester. Hij heette Dirk Bertram Dit, eigenaar van de brouwerij Het Steepje. En door dit huwelijk verkreeg Nicolaas deze brouwerij. De brouwerij was toch een huwelijk. Nou ja, het was wel duidelijk dat deze familie niet alleen bestond uit succesvolle brouwers, maar ook dat ze als industrieel en bestuurder heel wat in de Haarlemse melk te brokkelen hadden. Het kapitaal en het bestuur van de stad waren in handen van de brouwersfamilies. Sinds de tijd dat burgemeesters, schout en schepen in het stadhuis bijeenkwamen, is er weinig veranderd aan dit interieur. In mijn tijd werd hier ook het recht gesproken. Misdadigers eindigden of in deze kerkers onder het stadhuis, of aan de galg buiten de stad. De brouwer en burgemeester Nicolaas van der Meer, brouwer en burgemeester van der Loo, de Waal en vele anderen bekleden ook nog hoge functies bij de schutterij. Kwamen bijeen in dit gebouw. In deze ruimte,
Mijn eerste grote opdracht van deze schutterij kreeg ik in 1615. De officieren van de Sint-Joris-schutterij aan hun afscheid nam. Mijn eerste schutterstuk. Ik had het af in 1616. In 1627 kreeg Frans Hals een tweede opdracht van de Sint-Joris-schutterij. De maaltijden hadden niets van doen met overvloed. Michiel de Waal, een brouwer, houdt zijn glas op zijn kop. Dit kan opgevat worden als een aansporing tot matigheid. Hier kan niet alleen opvieren, maar ook onder opvieren. En ook een gewone schutter. Dat ben ik zelf dan. Hè? Achteraan natuurlijk. Ja. Haarlem had nog een andere schutterij. Die kwam bijeen in de Cluseniersdoelen. Dit gebouw is nu in gebruik als bibliotheek. Op deze prent uit 1787 zien we hoe de schutterstukken in de doelen hingen. Links een van Frans Hals. Hij schilderde voor deze Cluveniers twee schutterstukken. Van Frans Hals bereikte zelfs Amsterdam. De leden van de Amsterdamse voetboogschutterij gaven Frans Hals de opdracht hun compagnie te vereeuwigen. Proces. Toen zeker. De grondstof moest tot verfpoeder gemalen worden en het doek of paneel moest goed geprepareerd worden. Daarvoor gebruikte men lijmstof van gemalen huid en beenderen, dat in warm water werd opgelost, waarna er krijt aan werd toegevoegd. Deze grondering werd in een aantal lagen aangebracht.
daarin zitten is het donkere en lichte partijen. Af en toe maak je het in de liefde, maar meestal maak je het een directe ondersteuning op de zoek. Terwijl de weg van de ondersteuning is van zijn netto, bracht het de definitieve keer. Wordt er nog een hele korte tijd op de weg. Als je goed naar de schilderijen van Frans Hals kijkt, zie je hier en daar de onderschildering door de bovenlaag heen. In de nog natte verf bracht Frans Hals met de penseel de specifieke accenten aan, bijvoorbeeld de oogleden en de wenkbrauw. Met één streek zette hij een neusvleugel neer. Wit, bijna abstract, maar op een afstand is het een prachtig geschilderde mouw. Het is niet bekend van wie Frans Hals deze specifieke stijl heeft geleerd. Officieel werd hij meesterschilder in 1610, toen hij werd toegelaten tot het Sint-Lucas-gilde. Het Sint-Lucas-gilde was de beroepsvereniging van alle kunstzinnige ambachten, met allemaal een eigen wapen. Voordat ik bij de schilderen toegelaten, moest ik een zogenaamde meesterproef afleggen. Ik moest een schilderij laten keuren dat ik zonder de hulp van anderen had gemaakt. Het gildebestuur oordeelde positief en Frans Hals werd toegelaten. Een andere vereniging waar veel schilders lid van waren, was de rederijkersvereniging De Wijngaardranken. Jan Bakel, de rederijkerskamer uit mijn tijd heette dat zo, ongelooflijk dat er nog steeds een rederijkersvereniging bestaat. Terwijl de vereniging van deftige inhoud had, kerstkunst, natuurlijk, en nog lager stond dan het ook al goed vinden. De kamer echt iets van deze tijd is vaak gesproken, heeft een haarverkeer. Frans Hals schilderde enkele rederijkers en toneelfiguren, zoals Pieter van der Mors, een belangrijke rederijker uit Leiden met een bokking in zijn hand. Iemand een bokking verkopen betekent iemand een veeg uit de pan geven. Pekelharing is een toneelfiguur uit de 17e eeuwse kluchten. Hij is een vrolijke drinkenbroer en vertelt iemand lachend de waarheid. Vrouwenretorica, de frivole, jeugdige onbezonnenheid in het middelpunt van de belangstelling. Deze luidspeler is de nar, de jonge praatjesmaker die een serenade brengt aan vrouwenretorica. Ik heb zo'n rederijkersvestrijd meegemaakt in 1606, nog voor de Rijksdag. De heren kwamen uit heel Holland om een heerlijke kunstspeler op te voeren. Ook kwam dat de vrijgemaakte van de opbrengst was bestemd voor de bouw van het oude mannenhuis. Degenen die hier kwamen wonen, moesten om de beurt collecteren als bijdrage in de kosten van het levensonderhoud. In het oude mannenhuis is tegenwoordig het Frans Hals Museum gevestigd. Later is ook de toegangspoort van het werk- of tuchthuis hierin gebouwd. De dochter van Frans Hals verbleef in dit werkhuis omdat ze niet getrouwd was, maar wel twee kinderen had. Zijn zoon Pieter werd er ook ondergebracht. Ja, dat is wel. Inderdaad, begin 17e eeuw werd de tulp een verzamelobject. Deze bloemen werden zo bijzonder gevonden dat ze binnen werden geëxposeerd in speciaal ontworpen vazen. Tulpen en tulpenbollen werden veel waard. Steeds meer mensen gingen ze kweken en verhandelen in de hoop fortuin te maken. Zo verschenen aan de zuidkant van de stad veel tulpentuinen. Het werd een ware manie. Een bijzonder soort werd voor maar liefst 7200 gulden verkocht. Huisraad, vee en stukken land werden verruild tegen tulpenbollen. Jan Breugel de Jongere legde deze geschiedenis vast
en beeldde de tulpenhandelaren uit als dwaze apen. Zo wordt de dwaasheid door een uil gesymboliseerd. Dit dier is overdag immers stekenblind. Gedurende korte tijd werd er veel geld verdiend. Later werd er op de waardeloos geworden bloembollen geurineerd en kwam de rechter eraan te pas om de schulden te regelen. Deze manie heeft inmiddels wel normale proporties aangenomen. Voor de eerste generatie kwekers en kopers werden speciale tulpenboeken gemaakt om duidelijk te laten zien welke bloem er in de bol schuil ging. Deze roemruchte bloem werd een populair motief op allerlei voorwerpen. In Haarlem waren in de 17e eeuw zo'n 40 hofjes, een vorm van sociale zorg. Er zijn er nu nog 13 over. Zoals dit hofje voor 20 oudere vrouwen. Dat werd geschonken door Dirk van Bakenes. Deze hofjes werden vaak door particulieren gefinancierd. Door hun naam aan het hofje te verbinden, hoopten ze op een blijvende nagedachtenis. Dit hofje is gesticht in 1607 door de rijke textielhandelaar Frans van Loenen. Een paar jaar later zijn er enkele huisjes bijgekomen. Die werden geschonken door de Rooms-Katholieke pastoor Jacobus Saffius. Het portret van Saffius is een van de eerste schilderijen van Frans Hals. Het hofje van Echter is besteed als kampioen. Het hofje was een werkelijk kampioen. Maar 1625 is geen kampioen. Het moest niet ik een groot zwaard vasthouden. Het is wel een strille tegenstelling met dit portret van hem. Hier heb ik hem wat informeler afgebeeld. Hé, daar heb je die keurige bedoel. Ik zou nog wel even op mezelf willen zijn, heren en dame. Over Frans Hals doen de wildste verhalen de ronde. Zo zou je een echte Bourgondische levensgenieter zijn geweest, die van feesten, bier en vrouwen hield. Toen Frans Hals voor de tweede keer trouwde, met Lisbeth dus, werd het huwelijk in het plaatsje Spaarne-Dam gesloten, 9 dagen voor de geboorte van hun dochter Sarah. Men trouwde buiten de stad om de schande van een gedwongen huwelijk te ontlopen.
Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren. Samen met zoon Harmen, uit zijn eerste huwelijk, bestond het gezin Hals dus uit 14 personen. Mogelijk dat zijn kinderen model hebben gestaan voor enkele schilderijen. Deze schilderijen van kinderfiguren hebben zo hun eigen betekenis. Ze kunnen de zintuigen uitbeelden zoals het gehoor, de smaak en het gezicht. Maar deze jongen kan ook de onmatigheid symboliseren. Hij kijkt in de kan en een kannenkijker is iemand die te veel pleegt te drinken. Dit schilderij zou het tegenovergestelde kunnen betekenen, maat houden. De jongen slaat met zijn hand de maat. Later schilderde Frans Hals visserskinderen. Deze visserskinderen vertellen een verhaal en waren om die reden heel populair. De uitleg van dit schilderij zou kunnen zijn dat de jongen een visje uitgooit om een grotere te vangen. Frans Hals vereeuwigde ook volksfiguren, alle met een eigen verhaal. Zoals Pieter Verdonk, die tekeer ging tegen elke vernieuwing binnen het geloof. Het kaakbeen in zijn hand geldt als symbool voor zijn scherpe tong. En dit is Malle Babbe. Ze werd de heks van Haarlem genoemd. Hoewel er allerlei verhalen de ronde doen, weten we slechts één ding zeker, dat ook zij opgesloten werd in het werk- of tuchthuis. Deze dame wordt de zigeunerin genoemd. Van dit schilderij wordt vermoed dat het met andere portretten in een bordeel heeft gehangen om de bezoekers te animeren of hen aan te sporen tot het maken van een keuze. Van deze man weten we de echte naam niet. Hij staat bekend als de lachende cavalier. Hals schilderde hem met een spottende glimlach, wat zeer uitzonderlijk was voor die tijd. De meeste schilderijen van Frans Hals zijn portretten die hij in opdracht van vooraanstaande burgers maakte. Dit is Pieter van den Broeke, een rijke koopman van de VOC. Hij was getuige bij de doop van de dochter van Frans Hals, Suzanne. Isaac Massa, cartograaf en diplomaat in Rusland en getuige bij de doop van Hals' dochter, Adriaantje. En dit is Catharina Hooft met haar verzorgster. Het appeltje dat ze vasthoudt is een symbool voor overdracht van kennis en het symbool van Willem van Oranje. Het appeltje van Oranje. Frans Hals schilderde theologen en wetenschappers. Johannes Horenbeek bijvoorbeeld, docent aan de Universiteit van Leiden en Utrecht. De geschiedschrijver Samuel Ampsing. Ik heb ook een aantal van mijn leerlingen geschilderd. Kijk, Adriaan van der Stader en Vincent van der Vinnen. En verder nog een aantal familieportretten. En dit? Hé, ik meende toch dat ik er meer kinderen op geschilderd had? Zie je wel. Maar waar is de rest nou? Zo zeg. Hebben ze het in tweeën gesneden? Hadden ze geld nodig of zo? Een veel voorkomend type opdracht in de tijd van Frans Hals was het portrettenpaar. Op dit schilderij van Jan Mintz is te zien hoe deze portretten in de kamer hingen. Vader links, moeder rechts en de portretten van de kinderen eronder. Frans Hals heeft heel wat portrettenparen geschilderd. Helaas zijn er veel in de loop van de geschiedenis gescheiden. Zoals Isabelle Kooijmans en haar man Stefanus Geraerts.
Zelfs je tijd hier, waar ik nu aan het werk ben voor, ze houden niet te doen iets met kunstzinnigheid. En dus zeiden ze van Hannes, bouw even een, maak even een schilder. Zo, en dan denk je, oh, nou dat zeg maar een mooie hartschommel. En dan gaan we toch met al die afbeeldingen, die schutterstukken en zo, ja. Indruk moet ik zeggen. Ik wist niet dat ze een plantenfunctioneren aanpak. Dat is mijn hele gezegd altijd. Hij moet maar stout toesmeren. Als gij vast in de kunst wordt, zal de netheid vanzelf wel komen. Frans Hals had bijna gedurende zijn hele leven schulden. In 1616 werd hij tot 4 maal toe voor de rechtbank gedaagd om zijn schuld aan Neeltje Leenders te betalen. Zij had voor zijn kinderen gezorgd toen hij zelf in Antwerpen was voor familiezaken of misschien wel voor een bezoek aan Rubens. Er werd gesuggereerd dat Frans Hals zoveel schulden had vanwege een losbandig leven. De 18e-eeuwse biograaf Arnold Houbraken had wel een hele rijke fantasie. Hij schreef het volgende. Bijna elke avond moesten de leerlingen van Frans Hals hem zwaar beschonken uit de kroeg halen. En hoe dronken hij ook was, Frans Hals prevelde elke avond een gebed met het verzoek naar de hemel te mogen. De leerlingen wilden wel eens zien wat er zou gebeuren en ze bedachten het volgende. Hemels hemel, aangesproken, o Heer, o Heer, laat mij toch in de hemel komen. O God, o God, zo snel doe ik er ook weer niet. O God, o God, o God, o God. Hoe het ook was, veel schuldeisers probeerden via de rechtbank aan hun geld te komen. Bakker Jan Eikens zoon liet voor een bedrag van 200 gulden beslag leggen op huisraad en schilderijen van Frans Hals. Dan kan ik dan gelijk een brood meenemen. Okay. Aan het eind van zijn leven klopte Frans Hals aan bij de burgemeester van Haarlem voor financiële ondersteuning. Zijn verzoek werd ingewilligd en hij kreeg een uitkering van 50 gulden ineens en 150 gulden in termijn. Later stond hij borg voor zijn schoonzoon. Merkwaardig. Hij bleek dus over een grote som geld te beschikken. Waarschijnlijk heeft hij dit verdiend met zijn laatste grote opdrachten. Portretten van de regenten en regentessen van het oude mannenhuis. Op 29 augustus 1666 overlijdt Frans Hals. Hij wordt begraven in een eenvoudig graf in de Sint-Bavo. Pas vele jaren later werd er in het koor een grafsteen geplaatst.
Bow.